Het woord dat ik kan spellen, moet ik kopen. Wow, dit zijn echt heel veel letters. Ik dacht eigenlijk dat er veel minder in zaten. En oh my god, ik kan gewoon niet geloven dat ik dit gekocht heb. Of een ander makkelijk woord. Of ga ik dus voor iets extreems namelijk. En het is best wel bizar dat ik dus gewoon deze challenge heb gedaan. Dat ik dus gewoon deze challenge afsluit met het kopen van... Hoi, ik ben Bo en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik een hele leuke video opnemen. Het is een challenge die je eigenlijk al heel vaak hebt gezien op YouTube, denk ik. Want hij is op dit moment best wel populair. En ik moest het gewoon proberen, deze challenge, want ik vind het een hele leuke challenge. De challenge die ik vandaag ga doen is namelijk... Het woord dat ik kan spellen, moet ik kopen. Dus stel ik kan het woord fiets spellen, dan moet ik dus daadwerkelijk een fiets gaan kopen. Hoe de challenge te werk gaat, ik heb hier een zakje met allemaal Scrabble letters. En hierin zitten dus alle letters van het alfabet. En sommige zitten er meerdere keren in, sommige niet. Het is gewoon het Scrabble spel. Zometeen ga ik 3 ronden spelen. En per ronde pak ik dan 10 Scrabble letters. En ga ik daar proberen een woord mee te maken. En uiteindelijk het woord dat ik het beste vind uit die ronde. Dat product moet ik ook daadwerkelijk gaan kopen. Dus deze video kan ook wel eens veel geld gaan kosten. Maar goed, ik heb er alleen maar heel erg veel zin in. Dus heb je nou ook zin in deze video? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En let's get started! Zo, ik zit eindelijk. Het duurde best wel lang om even een goede setting te maken. Het is niet perfect deze setting, I know. Maar het gaat erom dat we in ieder geval de woorden kunnen gaan maken met de Scrabble letters. Ik heb hier in ieder geval het zakje met alle letters. En hier ligt het bordje waar ik het woord op ga maken. Dus ik ga eerst even deze allemaal op een tafeltje gooien en dan alles op de kop leggen. Wow, dit zijn echt heel veel letters. Ik dacht eigenlijk dat er veel minder in zaten. Maar het zijn er echt super veel. Dus dat betekent alleen maar meer keuze hopelijk. En meer geluk. We gaan beginnen met ronde nummer 1. En ik ga dus zo meteen bij de eerste ronde 10 letters pakken. Die zet ik op mijn bordje. En dan ga ik kijken welk woord ik ervan kan maken. En wat ik dus moet gaan kopen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nog 3 letters. 8. 9 en de laatste, nummer 10. Ik ga nu even de letters omkeren en ze op een bordje zetten. En ik hoop zo erg dat ik goede letters heb. En dat ik er een beetje leuke dingen mee kan maken. Dit zijn alle letters die ik heb voor ronde nummer 1. Een G, U, E, M, V, A, E, E, A, M. Ik heb lekker veel klinkers, maar ik vind het zo moeilijk om hier nu een woord mee te bedenken. Nu wil ik wel tegen jullie zeggen, speel lekker mee. Dus kan jij nu al een woord vinden, zet de video pauze en drop hem even in de reacties. Ben ik heel benieuwd of we dezelfde woorden halen of dat jullie echt hele andere dingen hebben. Het eerste woord wat ik gevonden heb is gum, dus G-U-M. En ik vind dat wel een leuke, maar het is wel een hele saaie. Dus we gaan even kijken wat we er nog meer van kunnen maken. Oké, ik heb nog even zitten denken, maar ik kan echt geen ander iets bedenken. Dus we gaan gewoon alle letters wegdoen en we gaan er lekker gum van maken. Het eerste woord is dus geworden gum. Dus ik ga even mijn spullen pakken, dan ga ik naar de winkel en een gum kopen. Ik ben nu in de HEMA dus voor de gum. En dat is echt één grote grap, want ze hebben allemaal schoolspullen in de ziel. Maar ze hebben gewoon geen gum. Nu zag ik ergens wat liggen, alleen dat zijn hele slechte. Dus ik ga even kijken of dat kan. En anders, het is hier ook echt weer super rustig en awkward. Maar anders ga ik die nemen. Ik zie namelijk geen basic gum, want ze hebben hier echt ziek veel spullen. En daar ook nog. Maar er ligt gewoon nergens een gum. Dus ik zit even te kijken van, hebben ze iets? Ik zag hier wel wat liggen. Dat ga ik denk halen. Kijk, dit was het enige wat ik zag. Dit. En dit. En dit. Dus ik ga denk gewoon deze basic gum halen. Ik ben weer terug met mijn eerste aankoop. Het zijn deze fantastische gummetjes. En dit was echt super cheap. Het was maar 50 cent. En ja, wat wil je ook meer vragen voor een gum? Maar goed, het zijn dus maar liefst 3 gummen. Wauw. Dus dat is even voor jullie unboxen trouwens. Hier zijn de 3 gummetjes. Lekker basic en gewoon handig voor je etui op school. Alleen ik denk wel dat het van die gummen zijn dat als je zo gumt dat je hele papier blauw is. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik geef ze lekker aan mijn zusjes, want ik heb ze zelf niet meer nodig. Dus deze voor mijn zusjes. We gaan snel door naar de volgende rondes van deze challenge. En hopen dat ik iets betere aankopen ga doen. Het is tijd voor ronde nummer 2. Alle letters zijn gehusteld. En ik ben er weer helemaal klaar voor. We hebben de eerste ronde wel goed overleefd. Namelijk een gum. Dus dat is eigenlijk ja, best wel iets wat helemaal niet zo duur is. Dus dat is lekker. Die hebben we goed overleefd. Leuk iets gekocht ook. Dus we gaan nu beginnen met ronde nummer 2. En ik ga weer 10 willekeurige letters pakken. Ik ga maar gewoon de letters pakken. 1, 2, 3, 4, 5. Ik pak er lekker veel van de voorste rij. 6, 7, 8, 9. En de allerlaatste, deze ergens dus uit. Nummer 10. Dus
Ik ga nu weer alle letters omdraaien op het bordje en dan ben ik heel benieuwd welke letters we hebben. De letters die we hebben voor ronde nummer 2 zijn een T, D, B, O, R, H, I, E, L en een S. Zo heet de mond vol. Zijn lekker veel. En ik ga even kijken. Het eerste wat ik net al zag met het erop zetten was boord, dus B-O-R-D. Maar toen ging ik verder kijken, want toen ging ik denken met boor, heb je daar woorden mee? Toen dacht ik, nou, een borstel kan dat misschien. Nou, dat kan ook. B-O-R-S-T-E-L. Even kijken, wat kan nog meer? Voor ronde nummer 2 heb ik dus gekozen voor het woord borstel. Best wel lang woord, dus lekker geluk dat we dat konden spellen. Laten we snel naar de winkel gaan om dus een borstel te kopen. Let's go! Ik ben in de Kruidvat en ik ben even op zoek naar die borstel. Alleen, ik kan het niet vinden. En het is best wel awkward hier, want het is echt super rustig. Maar ik ga even kijken, want ik had er een gezien van Zenner, roze met van die fijne haartjes. Even kijken of ze die hebben, want die hebben wij thuis in zwart. Alleen die is kapot gegaan. Dus ik denk dat ik dan die wil halen, want dat is wat chill. Gewoon heb ik weer een nieuwe. Dus ik ga even kijken of ze die hebben en dan ga ik die halen. Oké, kijk, ze hebben echt super veel keuze. Maar degene die ik bedoelde is deze. Ik ga deze halen. Ze hebben ook in zwart, maar ik vind roze wel cute. Hij kost 8 euro. Dus we gaan deze halen. Ik ben weer terug en het product wordt steeds ietsje groter. In vergelijking tot de gum is dit natuurlijk al heel wat. En ik heb een borstel geshopt bij de Kruidvat. En het is deze prachtige roze Zennerborstel. En hij kost volgens mij ja, 8 euro. 8,50 euro moest ik betalen, want ik moest het betalen voor een tasje. Maar goed, dat maakt niet uit. We hebben de borstel. Ik had deze borstel trouwens al in zwart. Alleen die is een beetje ja, vies geworden, een beetje kapot. Dus ik dacht, nou, dan komt deze wel goed uit. En dan heb ik direct weer een goede nieuwe borstel. Borstel uit de verpakking. Ja, helemaal top. Helemaal goedgekeurd deze borstel. Dan gaan we nu door naar de allerlaatste ronde van deze challenge. En ik hoop dat ik nu een beter aankoop doe. Want natuurlijk, deze borstel is wel een stuk beter als de gummetjes. Maar misschien kan ik nu nog iets leuker kopen. Dus laten we doorgaan. En hopelijk heb ik wat betere letters. Dus let's go. We zijn inmiddels aangekomen bij ronde 3. En dat is alweer de laatste ronde. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben er tot nu toe best wel lekker van afgekomen. Een gum en een borstel, nou, dat is niet heel veel geld, dus dat scheelt weer. Altijd handig natuurlijk. Nu hoop ik dat deze laatste ronde misschien ook zo gaat. Of misschien zit er juist wel iets leuks tussen. Ik ben heel erg benieuwd, want deze producten heb ik nou niet echt wat aan. Een gum en een borstel, ja, het is handig. Maar het is niet iets heel erg leuks om te kopen. Dus ik hoop dat deze laatste ronde wat meer leuke dingen met zich meebrengt. Ik heb nu die letters gehusteld en al, dus we gaan er weer 10 pakken. 1... 2, deze, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en de allerlaatste nummer 10. We hebben weer 10 letters liggen die ik nu even ga omdraaien. Dit zijn de letters van ronde nummer 3. Een E, N, U, S, G, I, H, E, B en een O. Er zijn weer heel veel verschillende letters. En ik zat al te kijken, ik zag het woord neus, zag ik al direct. Ik zag iets met H-E misschien. En we hebben natuurlijk een U en O. Dus ik zat een beetje te kijken. Maar toen was ik wat langer aan het kijken, maar eigenlijk kwam mijn moeder binnen. Ik moet niet mezelf de credits geven. En die zegt, Bo, ik zie een woord staan. Want ik vroeg haar, weet jij misschien wat? Want soms zie je gewoon niet altijd alle woorden. En toen zei ze ineens, kan jij er geen phone van maken? Want ze zat zo te kijken, ze zag zo P, een H, een O, een N en een E. En toen zag ik dus ook de I. Wat betekent dat ik van deze letters dus ook iPhone kan maken? En ik zit nu heel erg te twijfelen. Ga ik de challenge makkelijk afmaken en dus kiezen voor neus of zo? Of een ander makkelijk woord? Of ga ik dus voor iets extreems, namelijk iPhone? Oké. Ik heb de beslissing genomen. Ik ga dus dit woord kiezen. Ik ga hem even voor jullie spellen. Het woord van ronde nummer 3 is dus iPhone geworden. Wat dus betekent dat ik een iPhone ga kopen? Nu moet ik er wel eerlijk bij zeggen, ik heb deze beslissing niet zomaar genomen omdat ik nu denk van oké, YOLO, ik ga nu een iPhone kopen. Nee, ik zit al best wel lang een tijdje te kijken naar een nieuwe telefoon. En eigenlijk is deze challenge gewoon een stiekem excuus om dus een nieuwe telefoon te kopen. Want er is sinds 2 weken de iPhone 11 uit. En ik heb dus de iPhone 11 Pro Max gezien in het goud. En deze is letterlijk zo mooi. Dus ik denk dat we gewoon naar de Mediamarkt gaan en gewoon gaan kijken of ze daar dus de iPhone 11 hebben. En dan ga ik dus gewoon een iPhone 11 kopen. Oh my god. Ik vind het heel raar. Ik kan het even niet beseffen. Maar goed, we gaan dus naar de iPhone 11 kijken in de Mediamarkt. Hopelijk hebben ze hem. En ja, let's go naar de Mediamarkt. Oké, jongens, ik ben nu in de Mediamarkt.
om dus de iPhone te kopen. En als je het kan zien aan mijn outfit, is vandaag niet dezelfde dag als dat ik de rest van deze challenge gefilmd heb. Het is namelijk 2 dagen later, want ik ging dus de iPhone 11 Pro Max kopen met 256 gigabyte in het goud. En hij was dus nergens meer verkrijgbaar, overal uitverkocht. Alleen ik kon hem wel online bestellen en dan thuis laten bezorgen in de winkel. Dus dat heb ik ook gedaan. Nu is hij afgeleverd in de winkel. En we zijn nu nog even aan het rondkijken in de winkel zelf. En dan gaan we zo naar de klantservice toe om daar het pakketje op te halen waar dus mijn iPhone in zit. En het is best wel bizar dat ik dus gewoon deze challenge heb gedaan. Dat ik dus gewoon deze challenge afsluit met de koop van een iPhone 11. Heel raar. Beetje heftig ook wel, maar we gaan hem halen, want ik heb er heel veel zin in. Ik ben zo benieuwd. Ik zit weer in de auto, we rijden nu de parkeergarage uit. En kijk eens wat ik hier heb. Het pakketje, het is allemaal aangekomen. En we gaan zo meteen thuis met jullie unboxen, dus we gaan snel naar huis toe. En ik ben zo benieuwd, hopelijk dat we niet gewoon geprankt zijn en er straks een baksteen in zit. Maar laten we ervan uitgaan dat het allemaal goed is. En dan gaan we zo meteen openmaken. Oké, jongens, ik ben inmiddels thuis en ik ben even op mijn Joa-kamer gaan zitten, omdat mijn moeder mijn kamer aan het stofzuigen is. En ik was te excited om het te unboxen. Maar ik heb hier dus het pakketje. En ik heb het al opengemaakt, heel stiekem. Maar er zit natuurlijk een envelop in. Waarop staat nu je toch aan het uitpakken bent. En oh my god, ik kan gewoon niet geloven dat ik dit gekocht heb. Mijn iPhone 11 Pro Max in het goud. Oh my god, ik ben echt... Zeg maar, ik had niet echt het besef dat ik dit besteld had voor een challenge. Totdat ik hem nu vast heb. Oh my god. Nu was ik bij de Mediamarkt ook binnen aan het kijken en heb ik direct even dit glitterhoesje gekocht. En het is dus gewoon een basic doorzichtige, echt goede bescherming van Otterbox altijd. Die hebben zo'n lekker dikke rand, dus dat vind ik wel fijn. En mooie glittertjes. Maar het gaat natuurlijk nu om de telefoon. En we gaan het plasticje eraf halen. Oh my god. Dit is zo satisfying. Het moment van de waarheid is aangekomen. Mijn iPhone 11 Pro Max. Oké, jongens, dit is de voorkant. En dit is de achterkant. En oh my god, het is zo mooi. Ik vind die drie camera's echt heel erg vet. Je hebt mensen vinden het super lelijk, maar ik vind het zo vet. Nu ga ik de telefoon even installeren. En dan ben ik morgen weer terug. Dus het is nu al laat. Het is 9:30. Dus dan ga ik even de telefoon allemaal installeren. Ik ga de reservekopie erop zetten als dat lukt. En dan ben ik morgen weer terug. Met dus even een complete review. Of in ieder geval laat ik jullie even zien hoe de telefoon dus is in het daglicht en zo. Wat ik ervan vind. Dus tot morgen. Het is inmiddels een dag later. En hier is het pareltje. Ik ben er zo blij mee. Ondanks dat deze video me echt heel veel geld heeft gekost. Ben ik wel stiekem heel erg blij met mijn nieuwe aankoop. Want ik vind hem zo mooi. En ik vind mijn hoesje ook heel erg leuk. Het is een hele goede. Want ik wil een goed hoesje, zeg maar. Die ook... Aan de voorkant is zo goed beschermd. Als hij dan valt, dan valt hij wel op het hoesje en niet direct op je glas. Ook heb ik er een glasplaatje op. En dit hoesje komt van Otterbox. Er zitten kleine glittertjes in. Voor als mensen het boeit en mensen het leuk vinden om te zien. Mocht je dus willen shoppen, je kan hem bij Otterbox halen. Niet gesponsord of iets, maar dat zijn echt tophoesjes. Dit is mijn pareltje. Ik ben er zo blij mee. Nu is het wel heel gek, omdat ik natuurlijk eerst nog een home button had. En die heb ik nu niet meer. Ik heb nu Face ID. Dus dat is allemaal heel gek, maar ik ben er wel ontzettend blij mee. Iets wat ik nog graag even wil meegeven is wel... het is niet dat ik altijd dure dingen koop voor video's. En dat ik dit dus nu zo even gekocht heb voor de video. Nou ja, ik heb het wel gekocht voor de video. Maar ondanks dat heb ik het wel gewoon... Eerst nog wel echt over nagedacht, ga ik dit echt kopen? Nu was ik al wel aan het zoeken naar een nieuwe telefoon. Ik heb er hard voor gewerkt, dus dat is eigenlijk een beetje de hele reden bij elkaar dat ik dus wel de telefoon gekocht heb. Het is dus niet zo dat ik zoals andere mensen voelt en ik wil hier niet meer mee afvallen, maar niet dat ik zomaar alles huppatee raak koop voor een video. Nee, zo zit ik niet in elkaar en dat wil ik ook helemaal niet meegeven in deze video. Ik heb er hard voor gewerkt en dat is dus de reden dat ik nu de telefoon heb kunnen kopen waar ik echt... ontzettend dankbaar en blij voor ben. Dit is een nieuwe telefoon en ik vond deze challenge wel heel erg geslaagd. Maar dit was helaas wel weer de laatste ronde. Dus laten we gaan naar de afsluiting van de video. Let's go! Dan was dit weer de challenge en echt, wat was het een bijzondere video. Ik heb denk ik nog nooit zoveel geld uitgegeven voor een challenge op YouTube. Dus dat vind ik wel een beetje gek. Maar ja, ik ben natuurlijk ook super blij met de aankopen. Dus wat dat betreft komt het allemaal wel weer goed. Ik vond het in ieder geval een hele leuke challenge om te doen. En vond jij de video nou ook leuk? Doe dan zeker weten even een duimpje omhoog. En vergeet je onder niet te abonneren op mijn kanaal. En heb je nou een challenge die je gezien hebt op YouTube waarvan je denkt, Bo, deze challenge moet je ook doen. Of dit soort video's wil ik graag zien. Laat even weten in de reacties. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En hopelijk tot snel. Doei!